gaan het kasteel afbreken. Het kasteel staat in de weg. Het staat niet op een goede plek. Dus ik moet helaas het kasteel gaan afbreken. Omdat we toch... Ze hebben van, yo, hier moet wat anders gaan komen. Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van PlanetCraft. En jullie zien hem staan, hoor, mensen. De koning van Alaska. Je ziet het al, mijn mooie kroon. Ik hou hem gewoon ook lekker op. Ik heb ook nog steeds die sept in mijn hand. Ik heb zoiets van, yo, hey, ik ben de koning klaar. Voor de mensen, ik heb natuurlijk gisteren zelf gekroond tot koning van Alaska. Omdat, ja, hey, als ik die dingen vind, waarom niet? Kijk, de bovenkant van de kroon ook erg mooi hoe die eruit ziet. In ieder geval, ik ben de koning. Mocht je er blij mee zijn, klik allemaal lekker natuurlijk een duimpje omhoog aan. Ben je natuurlijk nieuw, abonneer ook vooral natuurlijk eventjes welkom. Vandaag, mensen, deze video gaan we natuurlijk ook weer keihard aan het werk. Ook ik als koning ga natuurlijk gewoon aan het werk. Het is niet dat ik helemaal niks ga doen. Maar ik moet zeggen, er zijn wel weer een aantal dingetjes veranderd hier in Alaska. Daar ben ik heel blij mee. Het is natuurlijk de invite. Oftewel Koen, die heeft meteen alweer een huisje gebouwd voor zichzelf. Ik zei van, yo, hey, je moet natuurlijk wel een huis hebben. Hij heeft meteen, eigenlijk is hij ermee bezig gegaan. Dus de eerste dag dat hij erop zat, of in ieder geval bij ons, boom, meteen een huis gemaakt. En ik moet zeggen, well, het is een net huis. Ik kan hier tenminste wel in, maar niet daar naar boven toe. Mag ik wel zeggen, ik mag wel in de kist. Wat zit dan hierboven? Nee, dat is dan weer de vraag. In ieder geval hier een huisje. Voor de mensen, die wordt natuurlijk allemaal nog aangesloten. Allemaal nog aangelegd met andere panen, weet ik het allemaal. Dat komt allemaal nog, maar in eerste instantie moeten natuurlijk eerst dingen worden opgebouwd. Wat de bedoeling hier overigens van is, want misschien hebben heel veel mensen wel de livestream gemist. Hier komen dus huizen. Eigenlijk op elk cobblestone plek moet ongeveer een huis komen. Nou is dat natuurlijk ook wel lastig met bepaalde ruimtes en formaten en alles wat dat huis natuurlijk worden gemaakt. Maar... is dan wat ik bedoel, hier komen in ieder geval nog veel en veel meer huizen. Dat is in ieder geval waar deze plek voor gaat zijn. Ik neem je gewoon even mee een rondje in Alaska. Mocht je overigens nog zoiets hebben van, Duffy, ik denk toch dat je het even iets anders moet doen. Dat je daar misschien, weet ik veel, geen huis moet doen, maar een fabriek, bij wijze van. Je mag natuurlijk altijd achterlaten natuurlijk in de reacties. Dat is natuurlijk helemaal geen enkel probleem. Hier gaat een blacksmith komen. Dat gaat natuurlijk wel betekenen dat de muur gaat nog een stuk naar achter toe. Want hij moet natuurlijk steeds een grote stuk hebben, wat ook allemaal. Maar er komt hier in ieder geval een blacksmith. In ieder geval rond dit gebied. Dan de plek waar we dus een mine hadden, waar daar trouwens een kist staat met een sign, dirt voor opvullen. Aha, oké, nou goed, dat neem ik meteen even een beetje dirt mee, even om autistisch te helpen. Wat hier gaat komen in ieder geval, mensen, hieronder zit natuurlijk de mine, alleen we hebben natuurlijk uiteindelijk alles weer dicht gemaakt wat er kan al. En in mijn ogen is het dan gewoon ready om op te gaan bouwen. Er zitten steunpilaren onder, er zitten lagen onder. Hier gaat in ieder geval een kerk komen. Wel een beetje een medieval kerk, een wat oudere stijlkerk. Met daarachter, daar komt dan een... Nou, dat is hier al een grafplek. Daar komt in ieder geval dan een begraafplek. Komt daar waar we dus een begraafplek kunnen hebben voor mensen die hier misschien zullen vermoorden, wat ook allemaal. Dat we die op zijn minst daar op een respectvolle manier kunnen neerleggen. En als natuurlijk autistisch weer doodgaat door de World Border. Want dat doet hij nog wel eens voor de mensen... Autistisch ging door de World Border heen. En vervolgens, in ieder geval, dat je van server naar server gaat. En vervolgens gaat hij dood. Echt ongelooflijk, die man. Wat die man allemaal kan, zegt ongelooflijk. Dan gaat in ieder geval dus hier komen. Ik heb er weer genoeg dirt geplaatst nu, want dit is helemaal niet voor mij. Dan gaan we nog even richting de molen. En daarna gaan we buiten de muur ook nog eventjes, voordat wij zo meteen bezig gaan. Namelijk hier bij de molen. Dit stuk is overigens nog helemaal leeg, hoor. Dit hier, dit stukje. Hier moet nog iets komen, maar... Dat komt allemaal wel. Hier bij de molen gaan we denk ik nog waar deze sign staat een waterput maken. Die gaat hier voor hier komen. Wordt wel een hele epische waterput die hier gaat komen. Dat is een beetje ongeveer het idee wat er gaat gebeuren. Dan gaan we nu eerst eventjes naar buiten toe. En daarna gaan we verder hier binnen. Want er gaat nog iets heel iets episch veranderen. Vandaar ook de titel. Die denkt van, oh nee, god, Duffy, ga je dat echt doen? Yep, er gaat echt een kasteel weg. Maar dat voor zometeen. We gaan eerst nu eventjes naar de buiten toe. Eventjes naar de twee moornen toe. Want... zowel autistisch als Koen, oftewel Fish Tactic, zijn online. Als het goed is, klopt het. Klopt toch als ik dat zeg? Ja, linksbovenin zijn wij. Wij zijn gewoon allemaal online. Snap je hem? Al Alaska, allemaal online. Oké. Okay. Mensen, dat is een duimpje omhoog waard. Vind ik. Je ziet hier al een nieuw bouwwerk. Je ziet ook Fish hier staan, oftewel Koen. Ze zijn in ieder geval bezig met een nieuwe mine. Die gaan we in ieder geval op dit moment buiten ons... Ja, buiten onze poorten maken, zou wij er even geen last van hebben. Maar je ziet hier in ieder geval al, er wordt hier een hele nieuwe mine gemaakt. Autistisch is er hard mee bezig. Koen is denk ik nu spullen aan het wegbrengen of nieuwe pickaxe aan het maken. Ze zijn in ieder geval heel hard bezig om hier de boel ook voor elkaar te krijgen. Om hier weer heel veel supplies vandaan te gaan halen. Zodat wij natuurlijk weer die bouwspullen kunnen gaan gebruiken in het nieuwe gebeuren. Kortom, wij zitten hier niet stil. We gaan keihard door en het gaat wel lekker door, mensen. Het gaat wel lekker. En met name natuurlijk omdat wij... Wat mot dat? Sorry baas. Ik kwam even checken.
Wat natuurlijk is, wij bouwen hier natuurlijk alles gewoon legit. Dat betekent, wij hebben hier niet dingen als een mod wat even voor ons dingen gaat bouwen. Of een bouwteam of wat ook allemaal. Wij doen het gewoon allemaal zelf. Dus we halen ook alle supplies allemaal zelf, wat ook allemaal. En in die zin, je hebt behoorlijk wat dingen nodig. Dus het gaat ook wel wat langer duren dan misschien andere plekken. Ik weet niet natuurlijk hoe het allemaal gaat. Maar we doen het gewoon allemaal lekker zelf. En we bouwen gewoon lekker. Maar goed, mensen, als je natuurlijk ook dingen bouwt, moet je natuurlijk ook dingen afbreken. En dat gaat er gebeuren. We gaan het kasteel afbreken. Het kasteel staat in de weg. Het staat niet op een goede plek. Dus ik moet helaas het kasteel gaan afbreken. Omdat we toch dus hebben van, yo, hier moet wat anders gaan komen. Dus we gaan beginnen met het afbreken van het kasteel. Misschien vind je het zonde, misschien ook niet. Maar hey, het zij zo. We gaan beginnen. Ik had het natuurlijk over dit kasteel voor de mensen. We gaan dit kasteel afbreken. Tuurlijk gaan we dit kasteel niet afbreken, joh, gek. We gaan dit kasteel gaan afbreken. De reden daarvan is dat hij staat letterlijk in de weg. En hij is niet mooi, vind ik zelf. En dan bedoel ik meer van, dat dit een kasteel zou worden, ja, dat had er inderdaad van kunnen komen. Maar het was, zeg maar, toen we hier kwamen, een halve ruïne, om zo maar te zeggen. Right? Ik bedoel, we moesten er zelf iets van gaan maken, weet ik het allemaal. Alleen ik had zoiets van, ik wil toch iets anders hebben. En nu ik denk, waarom hou je dan in godsnaam dit kasteel weg? Nou, dat zal ik ook even uit gaan leggen. Het is namelijk allemaal nog best wel moeilijk natuurlijk in te zien, omdat je hebt in je hoofd een bepaald beeld. En dat moet ik natuurlijk aan jullie zien over te brengen. En dat kan nog wel eens lastig gaan worden. Maar goed, wat er dus is. Dit wordt natuurlijk uiteindelijk de ingang van dit kasteel. Ja? Dat betekent dus dat hiervoor, daarom komt er ook geen huis dichterbij dan daar en daar. Komt hier dus een soort van plaats waar ze dus naartoe kunnen lopen. Dus je moet denken, twee grote fonteinen die hier komen staan. Een pad er naartoe. Mooie heggen, et cetera. Gewoon allemaal wat luxe, wat ook allemaal. Gewoon een wat luxere plek voor het kasteel dus. En daarvoor staat deze natuurlijk sowieso dan in de weg. Maar dat is in ieder geval het idee wat er nu is met het kasteel. Wat ik ervan wil gaan maken. Dat gaat nog behoorlijk wat werk kosten. Eigenlijk zou ik daarvoor gewoon mensen moeten inviten die gewoon even komen werken. En dat ik ze daarna weer weghaal van het land. Zodat ze ook OP zijn. Maar goed, we moeten in ieder geval heel veel dus voor doen. Om dus dat allemaal voor elkaar te gaan krijgen. Gaat ook heel veel tools kosten natuurlijk. Maar het is natuurlijk uiteindelijk wel waard. Vind ik zelf. Omdat we dan natuurlijk uiteindelijk de boel mooi kunnen maken. Overigens voor de mensen, het kasteel is natuurlijk ook nog verre van af. Ik bedoel, het mist detail, het mist kamers, het mist ruimte. Het mist eigenlijk alles nog. Het is eigenlijk alleen nog maar een soort van de omheining. Maar het gaat hier even allemaal komen. Tijdelijk zijn ook dus nu alle kisten zijn hier even opgeslagen van cobblestone kisten wat we hier hebben. Tot voor mij staat hout aan deze kant. Ja, hier hebben we wat houtdingen. Nog andere dingen ook. En we hebben hier allemaal eigenlijk troepkisten met van alles door elkaar. Dan hebben we hier wat ores en we hebben hier nog mijn eigen privékist, om zo maar te zeggen. Met een shield, mensen. Ik heb mijn shield teruggekregen van de aliens, hè. Dat hebben we in ieder geval hier. En voor de rest, wat ik al zei, er is voor de rest nog niet verder meer heel veel gedaan aan het kasteel. Ik bedoel, er moet hier echt heel erg veel gebeuren. Ik heb alleen hier binnen alvast het dak dicht gemaakt en even torches opgehangen. Maar voor de rest is er nog niks hieraan gedaan en dat gaat allemaal komen. Alleen, ja, het is wel pittig. Het heeft natuurlijk ook voornamelijk mee te maken voor de mensen. Kijk, daar ben ik gewoon heel, heel eerlijk en real met jullie. Voor Duffy, wow. Nee, kijk, Dylan die zit op Landcraft, dat is heel leuk, maar Dylan speelt niet. In de zin van, Dylan heeft totaal geen behoefte eraan om heel de tijd te spelen. Die vindt het helemaal niet erg om af en toe eens een keer online te zijn. Of om eens een keer met de stream mee te doen. Maar die gaat geen grind zetten op Landcraft. Waarom niet? Nou, hij vindt het gewoon toch niet zo leuk als die dacht niet zou vinden. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal geen enkel probleem. Alleen dan moet ik wel de keuze gaan maken van, goh, is het verstandig om Dylan op het land te houden? Of gooi ik hem eraf? En natuurlijk kan ik Dylan ten alle tijden inviten om hem mee te laten doen of wat dan kan. Dus dat is op zich helemaal geen enkel probleem. Maar weet je wel, dan moet ik wel van, oké, dan moet ik dan misschien iemand anders ervoor gaan vinden of wat dan ook allemaal. Is hij te vertrouwen en weet ik het allemaal. En dan hebben we natuurlijk een gevalletje Menno. nou is Menno wel actief. Hoewel deze week niet, heeft hij ook aangekondigd. Hij heeft gewoon druk met school en weet ik het allemaal. Is geen enkel probleem. Maar Menno is bijvoorbeeld wel actief. Maar die heeft voor de rest ook nog niet meer alleen gebouwd dan wat we zo'n beetje samen hebben gedaan. Ik vraag wel eens aan hem, wil je wat gaan doen, wat ook allemaal. Maar Menno is wel net zo artistisch, weet je. Ze willen wel, maar ze willen ook niet mensen. Dat is lastig. Nu gaan ze boos worden. Nee, autistisch is echt kapot goed aan het minen. Ik bedoel, daarvoor is het natuurlijk ook geen fight. Dat zei hij ook van, als ik kom, ik ga vooral minen. Dus daar heb ik echt niks op aan te merken. Die mine ik echt kapot hard. Maar ik heb van Menno toch wel wat meer inzet verwacht van Menno. Dus als je dit hoort, Menno. Hé, hey, als je dit krijgt doorgelinkt. Hé, hey, kom op, zeg, hè. Ik verwacht wel wat meer van je. Als ik zo'n set heb, moet je daar eraf gooien. Nee, dat zou wel meevallen. Maar er moet gewoon wat meer gebeuren. En ja, het gaat allemaal wel gebeuren natuurlijk, maar Het is wel jammer, want je hebt natuurlijk, ik heb best wat mensen natuurlijk als je het zo bekijkt. Alleen wat je zo hoort, niet heel erg actief. En dat is een beetje zonde natuurlijk als je veel mensen hebt geïnvite. Want
je wil natuurlijk ook graag door. En dat is niet dat ik die mensen blame, want ik ben natuurlijk zelf ook niet de hele dag online. Dus weet je, dat is natuurlijk totaal niet. Maar iets meer activiteit? Nou. maar dat komt allemaal wel, mensen. Dat komt allemaal wel. Alleen ja. Weet je, je hebt ook natuurlijk dingen die zijn minder leuk. Ik bedoel, jullie snappen natuurlijk ook dat zoiets als een kasteel slopen zoals dit. Ja, is ook niet het allerleukste werk wat er is. Weet je, ik bedoel, dat is het gewoon niet. Maar ja, het moet wel gebeuren. En de boel moet eigenlijk wel worden opgebouwd, weet ik het allemaal. Maar ja, ik denk als Menno ook weer wat meer tijd heeft, dat hij dan weer meer online gaat zijn. Wat ik zei, hij heeft gewoon ook een keertje druk. En dat kan natuurlijk allemaal gewoon gebeuren. Dus ik denk dat ik nieuwe mensen nodig heb. Nee hoor, maakt helemaal niet uit. Ik sloop het kasteel wel in mijn eentje. Dit gaat nog wel een flinke klus worden, mensen, natuurlijk, om dit hele kasteel te slopen. Voor de mensen, ik zal het ook even... Oh, wacht, ik heb geen pickaxe bij me. Shit, ik wou zeggen, ik zal het even laten zien. Wat er dus is met dit kasteel. Dat is ook een van de redenen ook waarom ik het uiteindelijk ook weg wil hebben. Ik wil even een pickaxe hier uitroppen. There we go. Die houdt niet lang vol. Heb ik nog een nieuwe pickaxe ergens hier? Ja hoor. There we go. Kijk, dit kasteel, wat we hier dus hebben, is een soort van fopkasteel eigenlijk. Dan moet je denken, what do you mean? Nou, dat is dus het volgende. Dit kasteel is... Ga nou eens open, man. Ga nou eens dicht, man. Open, joh. Ga dicht, joh. Zo, there we go. Dit kasteel is... En dan ga ik even hier naar beneden minen nu. Is volledig van cobblestone. In de zin van... Je gaat het ook zien. Dit zit helemaal gevuld met cobblestone. Dus er zit geen ruimte in. Of wat ook allemaal. Hier, nu ben ik beneden op de begaande grond. Als ik nu deze kant op zou minen... Kom ik als goed uiteindelijk uit aan de buitenkant. Right? Ergens? Please? Oh my god. We moeten nog verder die kant op ook. Maar ja, wat ik zeg, dit is dus helemaal opgevuld. Gewoon één massief blok als cobblestone. Eer ik dit leeg heb en plat heb en weg heb, zijn we echt gewoon 100 miljoen jaar verder. Want je ziet het. Dit is echt insane. En dat was ook een van de redenen waardoor ik zo zat van, yo, dit kasteel, weet je, ik bedoel, het gaat ons zoveel werk kosten om dit uiteindelijk uit te hollen. Weet je, om dan natuurlijk ook nog te gebruiken weer, wat er kan, weer bij te bouwen, weet ik het allemaal. Ik zat van, nee, dat gaan we niet doen. Hè, eindelijk, we zijn er doorheen. Man. Maar goed, dit laat alleen al zien, mensen. Wat hier dus allemaal zit. Als ik nu deze kant ook nog weer op ga, wat ook nog een behoorlijk stuk gaat zijn. Zie je dus ook hoe ver we nog deze kant op moeten. En dan moeten we dus ook nog helemaal die kant op. En dan moeten we allemaal weghalen. En dan pas kun je dus beginnen met de opbouw. En de dit en de dat. Maar dan heb je natuurlijk allemaal cobblestone. Dan moet weer smoothstone worden. Dan moet weer zus. Dan moet weer zo met cooldowns. Dan weet ik het allemaal. Kapteinje, zeg. Ik moet game mode gewoon hebben. Wilt dat dit game mode? Ah, there we go. We zijn hier in ieder geval er doorheen. Noise. Dan hoop ik niet dat er staf aanwezig is die dit nu aan het kijken is. Nu bij me, zeg maar, in Invisible. Die zou zeggen van, haha, ik ga even Duffy pesten. We gaan de boel laten instorten. Maar ja, dit laat wel even zien, mensen, wat voor een enorm project dit eigenlijk is. Dit stukje hier te gaan slopen. Het is een groter project dan de muur te slopen. En dan was de muur wel groter qua oppervlakte. Maar dit is gewoon qua materiaal. Ik bedoel, nou is het dan, nou misschien ook weer niet. Ik bedoel, de muur was ook hout en steen door elkaar. Maar het is gewoon lastig, oké? Okay? Dingen slopen is altijd lastig. Zeker omdat het gewoon lang duurt. En omdat ik het alleen moet doen. Wat echt waar is. Want, ja, wel, nee, ik zou natuurlijk autistisch en Koen even kunnen vragen. Jongens, kom even helpen met slopen. Maar aan de andere kant denk ik ook van... Kijk, die zijn natuurlijk nu wel supplies voor mij aan het halen. En natuurlijk ook voor de rest hier. Dus in die zin, je moet dan ook eigenlijk weer niet storen ermee. Want dan loopt dat weer achter. Dus het is een moeilijke keuze af en toe, mensen. Een moeilijke keuze. En voor de mensen die nu zeggen, Duf, ik wil het doen, ik kom je helpen. Ja, dat geloof ik graag. Maar goed, ik ga dat in ieder geval doen, mensen. Ik ga dus de boel slopen. Dat betekent ook hopelijk de eerstvolgende PlanetCraft video moet dit allemaal natuurlijk weg zijn. In ieder geval, dat hoop ik. Of in ieder geval een heel groot deel. Ik ga hier in ieder geval wel mijn best natuurlijk voor doen. En dan kunnen we natuurlijk weer door met de boel aan te leggen, weet ik het allemaal. Misschien zijn hier ook wel weer dingen natuurlijk veranderd. Misschien zijn ze wel heel ver met de mine. Misschien weet ik het allemaal, maar dat gaan we in ieder geval zien. We gaan in ieder geval keihard door. Je ziet het ook, we zijn behoorlijk aan het grinden. We zijn vooral de boel nu aan het verzamelen, aan het opruimen. Dus het kasteel staat nu semi-stil, wordt natuurlijk nog wel wat aan gedaan. Ja, dan gaan we gewoon weer verder en verder en verder. Voor nu, mensen, allemaal enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe dan even dat duimpje omhoog aan klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.